Arie van der Laan maakte voor FC Den Haag en later ADO Den Haag 104 doelpunten in ruim 170 wedstrijden. Tijdens de opnames van de documentaire De Kerstboom van Co was hij ook aanwezig in de Sky Lounge en kwam daar veel oude bekenden tegen. En dat is best even wennen. Nou, dat is even lastig, omdat sommigen zijn zo veranderd. Het is toch 25 jaar geleden en we zijn allemaal een paar kilootjes zwaarder geworden. Maar over het algemeen herken je wel de spelers en het is leuk om ze weer eens terug te zien. Sommigen heb ik wel vaker teruggezien in die afgelopen jaren, maar de meeste toch niet. Met all-time topscorer bij ADO Den Haag. Voel je nog steeds die waardering van, daar heb je hem? Nou, weet je, het wordt steeds langer geleden. Het is ook zo natuurlijk dat spelers steeds korter bij een club spelen. Als je zeg maar spits van ADO bent en je schopt er 20 in, dan ben je bij de winterstop ben je al verkocht, bij wijze van spreken. Dat was vroeger natuurlijk niet zo. Dus de kans om meer dan 100 goals te maken voor één club, dat wordt steeds lastiger. Of je moet Ronaldo of Messi heten. En voor de rest is het wel een eervol iets om hier natuurlijk all-time topscorer te zijn. Dat wel. Post, Vleer, en daar is het toch. 3-2. Van der Laan. Naast ADO Den Haag heeft hij ook voor onder andere Cambuur Leeuwarden gespeeld. Topscorer geweest en gepromoveerd. Is het nog iets waar we met genoeg aan terugdenken? Ja, natuurlijk. Nee, maar ook daarin, bij iedere club eigenlijk waar je gespeeld hebt, daar bouw je een band mee op. Dat doet iets bij jou en dat volg je ook altijd hoe het gaat met zo'n club. Maar hier is het allemaal voor mij begonnen. Dus dit is toch wel de belangrijkste club voor mij in mijn voetbalcarrière. En met Cambuur gaat het natuurlijk hartstikke slecht op dit moment. ADO is weer in de winning mood, hè, zoals we dat noemen. Ik hoop dat het ook op financieel vlak weer op orde komt. En dan ligt de wereld open voor ADO wat mij betreft. Wat doet u nu nog allemaal? Bent u nog actief in de voetballerij? Ja, namens Fox als analist treed ik regelmatig op. En met name bij wedstrijden van ADO ook natuurlijk. Maar en voor de rest golf ik graag. En ik vermaak me verder wel. Het is niet zo dat ik ergens in dienst ben.